niet zijn. De grote glorietijd. Ja. Maar ja, er is ook op een gegeven moment weer een weg terug. Hè. Ja. Dan komen de André Hazessen en de Albertsen, die komen plotseling om de hoek kijken. Ja. Dus dat betekent competitie, plotseling vanuit een verjongde garde. Hoe sta je daar tegenover? Nou, dubbel je best doen. Dubbel zorgen dat je toch in jouw vak in de bak blijft. En hopen dat de mensen die je altijd de plezier hebt gedaan te blijven doen. Dat is mijn vak. Ik ben een theaterdier. Ik ben een mens die op de bühne is te vinden en die lang werkt. Ik ben geen snabbelaar. Ik werk hard. Dat weten veel mensen op de bühne. Ik ben nooit te flauw om daar 2,5 uur op de bühne te gaan staan in Meppel. En dat vind ik een... dan moet je gewoon nog harder ervoor werken, denk ik. Om te zorgen dat je daar blijft staan waar je staat. Je had ook een wens in het programma. Ik heb één wens. Die heb ik voorop gesteld. Hoewel ik het programma natuurlijk met zeer veel dankbaarheid heb aanvaard. Omdat het niet elke dag voorkomt dat ik een uur in het zonnetje word gezet. En wie wil dat niet? Maar die ene wens, dat is een vrouw die uit Amerika komt. En daar heb ik een paar jaar geleden, de mensen weten dat nog. Vlak voor kerst heb ik een liedje geschreven voor haar en mij. En dat heette Vrede. En ik vind dat deze vrouw, waar ik dadelijk mee ga zingen... Die zou eigenlijk zo een special moeten hebben op de televisie. Omdat het ten eerste een geweldige vakvrouw is. En een fantastisch mens om mee te werken. En ik heb met veel plezier toen die plaat opgenomen. Die ik vandaag ook nog eens mag gaan zingen. Zo tegen de donkere dagen. En het liedje heet Vrede. Ik vind het een zeer terechte zaak. Dat er een applaus wordt gegeven aan Donna Linton. En samen met de standvaste zingers. Gaat vader Abraham nu met haar optreden en dat betekent inderdaad het prachtige Vrede. Het is nu de tijd om te leren en te geloven in de vrede. Het is nu de tijd voor begrip, dan krijgt de liefde zijn kans. En de kinderen kunnen spelen in een tuin vol met bloemen. Het is nu de tijd voor een nieuw begin. Als je zijn de laatste dagen.